My little baby, change your price tag. That's a upgrade, wanna watch that. Yeah, I'm on work, if you want that. Be precise, Hallo iedereen, mijn naam is Noël. Mijn waarom dat ik bij Jusma zit is eigenlijk omdat Jusma een hele grote uitdaging voor mij was. En ik hou namelijk heel veel van uitdagingen. Los daarvan kon ik heel veel kennis opdoen die ik nodig had later. Tijdens mijn carrière, omdat ik graag een onderneemster wil worden. En ik weet dat dat via school niet ging. Ik ging naar school en ik heb zoveel uitgeprobeerd. Maar niets daarvan kon ik linken aan mijn toekomst. En toen kwam ik Jusma tegen en dat was eigenlijk voor mij een antwoord op mijn vraag. Daarnaast op financieel vlak kon ik ook zien dat ik bij Jusma zeer veel geld kon gaan verdienen. Daar ben ik super eerlijk in. En daarnaast natuurlijk mijn familie. Sowieso is het voor mij super belangrijk dat ik op een dag kan zeggen, kijk papa, mama, stop met werken en hier is al het harde werk, is niet voor niks geweest, want ik werk redelijk veel, maar ik weet dat dat op een dag zeker zal belonen dankzij Jusma. Zoals ik nog niet heb verteld, is dat ik eigenlijk geboren en getogen ben hier in Antwerpen, Vlaanderen. Voor mij was het dan meer dan logisch en ook een grote verantwoordelijkheid om de opportuniteit eerst hier door te geven in mijn eigen stad. En zo kan ik eigenlijk doorgaan groeien hier in Vlaanderen. Waarom? Voor mij, in mijn ogen, Vlaanderen is nog helemaal niet verzadigd. Er loopt nog genoeg potentie hier rond. Dus wij zijn hier zeker en vast nog van plan om verder door te groeien, zoals bijvoorbeeld de eerste persoon hier in Vlaanderen is begonnen, Sammy Fais, een jaar geleden. Hij heeft mij de opportuniteit kunnen doorgeven, dus voor mij is dat automatisch dan een zekerheid dat ik dit ook kan. En dan wil ik nog zeker aan toevoegen dat ik als vrouw zijnde het heel belangrijk vind om zoveel mogelijk vrouwen te vinden die ook grote dromen hebben en die ook door willen groeien, die ik ook ga willen verder helpen. Ik voel mij verplicht om deze door te geven aan verschillende vrouwen die en ook met ons samen kunnen doorgroeien, want ik weet hoe hard het is om als vrouw zijnde door te groeien in zo'n soort business, maar daar zijn we zeker mee bezig. Ik droomde er altijd al van om ambassadrice te worden in dit bedrijf. Dat ik vind dat je een heel groot voorbeeld bent naar de vrouwen toe als je een bepaalde positie hebt gehaald, namelijk gold. Dan word je ook gezien als ambassadrice. Dat is ook namelijk mijn volgende doel, om met mijn team de positie gold te halen. Hoe ga ik deze doen? Zeer simpel, mijn netwerk vergroten, de opportuniteit doorgeven, de kennis doorgeven. En zo groeit automatisch onze netwerk. En voilà, dat is eigenlijk mijn strategie zo'n beetje om die gold te gaan behalen met mijn team. Ik vind persoonlijk wel dat ik zeer sterke mensen in mijn team heb, zeer sterke verkopers. Maar dat is natuurlijk niet alles. Ik wil zoveel mogelijk mensen meenemen in dit avontuur. En nogmaals, zoveel mogelijk vrouwen, zodat er in de toekomst meer en meer ambassadrices zullen zijn in dit bedrijf.